het opnemen zijn. Ja, en nou begin ik dus weer net met een opname. Hoi YouTube! Oh, wat een timing hebben we hier toch allemaal. Gezelligheid. Ja. En de route naar Victory Road heb je ook nog zeep. Want daar kun je ook nog een Eevee of evolutie tegenkomen op Victory Road zelf. Weet je wel, Victory Road. Hoe vaak ga ik Victory Road zeggen? Victory Road! Snoopy Terramans, precies. Fake pranks. Oh, ik hou nu van fake pranks. Dat is zo saai. Ze zijn zo fake. En saai. Oh. Nou ja, gelukkig heb ik er nog geen één gezien. Maar ik zoek er ook nooit naar. Ik ben die Moon die 3 jaar over Mario Galaxy heeft gedaan. Daar is niks mis mee. Mario Galaxy kan moeilijk en leuk zijn. Dus... Zeker. Ik bedoel, ik ben een gast die nog steeds nooit 100% Super Mario Sunshine heeft uitgespeeld. Ik heb wel uitgespeeld, maar nooit 100%. Oh, trouwens, ik ben jouw Mario Galaxy 1 serie aan het terugkijken. Ja, heel veel ik weet niet waarom dat Mario Galaxy de meest bekeken let's play is, jongens. Zo ja, spectaculair is hij niet! Niet Galaxy 2, maar de eerste. Ik snap het niet, waarom is Mario Galaxy zo spectaculair van mij? Wat is er zo anders aan? Nou, het is... Een Mario game, ja. Het is jouw echte eerste, echte Nederlandse let's play. Het is een doorbraak. Hij is gepromoot door YouTube op een of andere vage manier. Gewoon goede content, want ja, het was leuk. Nou, slijmbal. En dat is ook eigenlijk mijn eerste let's play die ik van jou heb gezien. Oh. Nou, het is geen armament, het is gewoon de waarheid. Nou. Sorry hoor, ik zag Eevee's, dan zeg ik automatisch al. Oh, en waarom mogen jullie 2 keer achter elkaar aanvallen met een stomme aanvallen? Nee, volgens mij blijft leven. Goed zo. Oh, wauw. Dit kan problematisch worden. Heb jij advies voor YouTubers die pas beginnen met apps voor tablets, smartphones? Hoe? Bedoel je dan dat jij... apps of een YouTube video zou maken van apps van tablets of smartphones? I don't really... Oh, dat is van heel veel mensen trouwens, de eerste let's play die ze van jou hebben gezien, Super Mario Galaxy 2. Ja, ik weet niet waarom. Begrijp me niet verkeerd jongens, maar op het moment dat ik met Nederlandse, dat was dan van Nienwezen, die had dat toen gevraagd. Of ik de Nederlandse community, die ondertussen, ik weet niet hoe ondertussen verbroken is, of ik die wou versterken. Toen ben ik met Nederlands begonnen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Plus, ik kon dan makkelijker mensen ontmoeten. Dus dat was ook nog eens een keer makkelijker. En ja, ik vond het ook wel leuk om inderdaad gewoon dat allemaal in Nederlands te doen. En ik ben inderdaad begonnen met Mario Galaxy 2, maar daarvoor had ik al heel veel Engelse let's plays gedaan. En op een of andere vage manier heeft YouTube daar ook nog eens een keer een boost op gegeven. Door dat op aanbevolen content te gooien. Was jij dat? Wat? In aflevering 35 van Super Mario Galaxy 2 vroeg Snoopy aan jou hoe je moest longjumpen. In die aflevering had jij dat verteld. Oké. Leuk. Ja, dat kan kloppen, denk ik. Ik weet niet. Het is zo lang geleden, jongens. Het was voor mij een hele moeilijke periode toen die tijd. Zeker. Ik moest Wurpel nog eventjes aan Barrel Roll. Robin moet ons niet eens meehelpen een akkoord van te maken. Jongens, daar hebben we wel trouwens één groot probleem. We moeten toch een vrije Pokémon ruimte hebben in onze slot voor die gratis Dratini. Maar we hebben afwashulp gevangen. Oh ja. Oh ja. Weer terug naar het Pokémon Center. Dat hier trouwens niet. Even naar de afwas toe brengen. Resident Evil was zeker ook leuk, ja. Die had ik nog laatst altijd daar nog een reactie op gekregen. Toen zat ik daar terug te kijken. En het eerste waar ik mij aan stoorde was de kwaliteit van de video. Oh ja. Vergeet niet, iedere keer, elke keer op mijn nieuwe video's, de kwaliteit wordt beter, audio commentaar wordt beter, waar ik over praat wordt beter.
Met uitzondering van livestreams. En dan hebben we nog een live chat bij natuurlijk. Maar dat wordt dan allemaal beter natuurlijk. Omdat je weet meer waar je over gaat praten. Je weet meer informatie te geven. Je weet meer grapjes te bedenken. Je hebt meer references omdat je hebt meer games die je gedaan hebt. Maar ja, als je dan terug gaat kijken, dan ga je al heel snel irriteren aan sommige dingen. Voornamelijk de kwaliteit. Nou, want Resident Evil 4 die is nog op 480p. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat komt ook omdat dat opgenomen was op de Wii. En de Wii is ook 480p. Yep. Maar omdat wij nou zo verwend zijn met die nieuwe resoluties van allemaal. En wij kijken dan terug naar de resolutie waar we het vroeger mee deden. Ja, dan vinden wij dat er lelijk uitzien. Ja. We zijn nu 1080p gewend. Ja, dat klopt. Maar dadelijk als we in een... Over 5 jaar als wij bij wijze van spreken over de 10.000 pixels zitten, weet ik veel. Dan vinden wij weer 1080 er weer lelijk uitzien. Ja. Nou ja, ik weet in ieder geval, 1080 is voor virtual reality in ieder geval veel te weinig. Want ja, want de HTC die is 4000? Die is wat meer dan... zelf even kijken, het zijn twee... Iets meer dan 1080p schermen die erin zitten. Ik weet niet meer precies wat de exacte resolutie is. Maar in ieder geval dus twee keertjes iets meer. Maar daar kan je dus nog wel de pixels gewoon zien en dergelijke. Hoi. Het is gelukkig dat het tijdens het spelen in VR dan interesseert het je helemaal niet. Want je bent zo in die wereld bezig. Oh ja, die 7 maanden stopt voor jou, Stefan. Hè? Hey, Skyward Sword, toen had jij eerst de 5 afleveringen gemaakt en toen had jij iets met jouw PC dat crashte. Ja, mijn moederbord was toen kapot en toen was mijn computer dus niet meer te fixen. Nee, toen had je echt zo'n 7 maanden gap. Ja, dat was inderdaad heel erg pijnlijk. Dan kon ik heel af en toe met mijn mobieltje nog... Nou, en toen was ik dus eindelijk op het punt dat ik weer zou kunnen opnemen. En toen was er weer iets anders in privé al gebeurd, waardoor ik het niet op kon nemen. En daar heeft ook weer toen een 3-weekse gap tussen gezeten. Skyward Sword was gewoon vervloekt. Maar was wel een leuke Let's Play om te doen. Uiteindelijk was de Let's Play goed opgepakt. En iedereen die is natuurlijk ook een hele grote fan geworden, ik weet niet waarom, maar van de Wind Waker. Ja. Don't. Ja, don't. 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 Anders verwachten ze het dadelijk voor de YouTubers in deze video dat het erin komt. Oh, over de high def. Ja, die. Are you kidding me? Die man die die reactie voorleest, die ziet die reactie wel en niet van mij. Ik zie alle reacties. En die man ben ik. Denk ik. Ah, Snoopy. Niet voorlezen. Wat in high definition? Ja. Door die in high definition grap. Ik moet die kogels ontwijken, jongens. Links, rechts. Hai, jai, jai, jai. Tegenwoordig hoef ik dat er nog niet eens meer in te editen, omdat ik heb de grap nou zo vaak gemaakt dat de mijne gewoon exact hetzelfde klinkt als het geluidseffectje. Oh, yep. Ik heb die nou dus zo vaak ingegooid. Ik heb dat voor de grap toen een keertje gedaan. Ik heb dat gewoon opgenomen met mijn microfoon. En ik heb toen het geluidseffect van die game. En die heb ik naast elkaar gegooid. Geen verschil. Geniaal. De return of afwaslachter. Ja. En we hebben powerweight. Maar we doen niet aan EV training. Nee, wij willen EV's vangen. Niet trainen. Ja, wel trainen. Wacht even. We willen de EV's vangen en trainen, maar we willen geen EV-training erop doen. Hè? Phew. Inderdaad. Morot MC, Taulus Deurbel. Hi. Hi. Nee, dat was toch... Hi. Nee, dat was... Hi. 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 What's going on? Het grappige is, die furniture mod die heeft dus tegenwoordig die sound effect er ook echt in zitten in de Minecraft game. Ja. Als je de tv aanzet, dan zit daadwerkelijk... Het geluidseffect erbij.
Die modmaker heeft jouw video's gezien. Ik heb Piplup uit Wonder Trade. Ja, dat is handig. No need to explain why you came. Claire sent you here, didn't she? Yep. That girl is a handful. I'm sorry, but I must test you. Not to worry, you are to answer only a few questions. Are you ready? Yes, my boy. Wat zijn Pokémon voor jou? Knuffels, stuffed animals, je weet wel. Niet echt, geen werkelijkheid. Videogame dinges, jammer genoeg. Ally, junior of friend? Waarom kan ik de microfoon niet gebruiken en gewoon maar antwoord geven? Maar ja, voor die Dratini, die we nou niet gaan krijgen, moet je dus antwoorden. They are my friends. En natuurlijk, jullie zijn mijn vriendjes. En hoi! Hoi, je bent geweldig. Wie is geweldig? Wie is geweldig? Ninetales 1911, je bent geweldig! Ik zag hem net, ja, hieronder dit. Hi. Dankjewel voor de follow. Zie je, je leest er niet voor. Ik ben ook aan het spelen! Dat is mooi dat je een identiteit hebt ontwikkeld. Dat is zeker mooi. Maar goed, in ieder geval moet hij dus antwoorden. Friend. You will always be my best friend. Laat het een Magikarp zijn, laat het een Magikarp zijn, laat het een Magikarp zijn. Laat het Cyndaquil zijn. Klaar? Cyndaquil zijn. Ja hoor, ik ben klaar. Laat het een Umbreon zijn, laat het een Umbreon zijn, laat het een... Oké, goed. What helps you win the battles? Door mijn Pokéball uit mijn broekzak te halen, Pokéball te gooien en de Pokémon eruit te laten komen. Dat helpt. Ja, dat klinkt duidelijk als cheat hoor. Ja, strategy, training of cheating. Hier zit ik altijd mee in de war. Wat is nou eigenlijk volgens mij strategy en training? Maar volgens mij is strategy beter dan training. Maar ik weet niet of het invloed heeft op jouw Pokémon. Ik zou zeggen strategie is de vriendelijkste keuze. Ja, dat sowieso. Training moment, laten we dat maar niet lopen. Waar gaan we voor strategie? What kind of trainer do you wish to battle? Weak, strong, anyone! Magikarp! Weak dus. Ik bedoel, ik heb pas geleden heb ik nog met Leroy gebattled. Met zijn Stoutland. En jou ook. Ja. What is most important for raising Pokémon? Violence! Oh. Wat? Jij doet geen tackle? Hiiii! Nou, knowledge is eigenlijk ook heel belangrijk, maar natuurlijk love. Strong Pokémon, weak Pokémon, which is more important? Eevees! Dat is waar. Wat maakt het uit, toen je aan het praten was, heb ik 3 reacties geplaatst en je keek naar de chat en ja. Dude, serieus, staat er nog niet eens over te zeuren, anders ga ik gewoon helemaal ignoren. Dus... zou ze een Feebas zijn? Nee, geen Feebas. Nou, in ieder geval... Boof. I see. You care deeply for Pokémon. Very commendable. That conflict is what is very important. Zabby, don't lose that belief. I will see you true at the end of the Pokémon League. At what? Stefan, hoe kun jij alles zo goed onthouden? In games. Ik heb geen idee. I guess there is no point of asking, did you fail? Nee, ik ben geslaagd. Ja! That can't be impossible! Ach, snor je op superjaar! Claire, this child is impeccable in skill and spirit. Admit defeat and come for the rising badge. Or must I inform Lance of this? Nee, niet de Lance! Nee! Oké. Okay. Opperdraaktrainer. Nou ja, je hebt Lance al een keer verslagen, joh. En we hebben de Rising Badge. Voor de mensen die willen weten hoe dat de Rising Badge eruit ziet. Dat is om precies te zijn, deze badge hier. Dat is de Rising Badge. Never mind. Dus. Grotendeels misschien. Ik weet niet. Claire. Daar Claire.
En hebben we ooit gehoord van Lugia? Ja, dat is toch die Magikarp in de Whirl Islands? Het is randomizer. Het is randomizer. Oké, jongens, ik denk dat ik het heel eventjes naar me doe. Sorry. Goed, nou. Ja, in ieder geval, die Pokémon hier, Resta, je hebt de Silverwing nodig. En die hebben we al, MAM! Bel me nou eens niet! Hij was me heel erg over een legendarische Magikarp aan praten! Oh, trouwens, sorry Steve. Ik wist niet dat dat moest. Dus dat was te vergeten. Oh, nee, maakt niet uit. Ik bedoel, hij bleef maar zeuren. Ja, dat is waar. Het is gewoon drama, maar dat ben ik. Dan moest je volgens mij naar buiten lopen en weer terug naar binnen dan. Geef me die Pokémon! Geef me die Pokémon! Hij wil me niks geven. Moet ik dan eerst de cave uit en dan weer de cave in ofzo? It's a real show now. Ik heb geen flauw idee hoe het werkt. Ik heb het gevoel dat je dan inderdaad weg moet gaan, dat je achtervolgd daarna wordt ofzo. Nou, ik weet dat ik een crystal heb ik hem ook al gekregen, die Lugia dus. Moet je niet een van die twee andere gasten praten? Daar praat ik net mee. Oh, ja, ik heb een delay. Hey, alvast hulp! Ga maar alvast beginnen, dan help ik je ooit wel. In 2018 ofzo. Je moet de cave uit en dan weer in. Oké, ik moet de cave dus inderdaad uit. Maar dan word ik gek van die random encounters. But I still have the key that's defending me. Okay. It's a bottle of repel. En trouwens, ik moet heel eerlijk zeggen. Wat, lieg je al de hele tijd tegen ons? Ja. Maar hoe durft ie? nee, maar even zonder omrijden. In Gold, Silver en Crystal. En voornamelijk dus ook de Crystal Let's Play die ik gedaan had. Daar heb je ook waterfalls. Maar op het moment dat je thee en waterval gebruikt, dan verdwijnt de waterval. Wait! I'm sorry about this! Here, take this as an apology! TM59, beste grap van het spel. That contains Dragon Pulse. Ah, nee, ze hebben Dragon Pulse in plaats van Dragon Breath? Dragon Pulse is kind of a... Never mind. Oké, het is een beter aanval dan Dragon Breath, maar de grap die ze eerst had, dat was veel grappiger. Dan gaf ze TM Dragon Breath en dan zei ze ook echt van... Nee, dat heeft niks met mijn eigen adem te maken. Dat was geniaal. Oh ja, dat was nog in jouw Crystal Let's Play. Ja. Maar wat ik dus wou zeggen, als je Whirlpool gebruikte, dan verdween die, die Whirlpool die verdween dan ook. Inderdaad. Ja, Professor Elm, waarom bel je me nou? Hallo Zepi, hoe gaat-ie? Ik heb iets belangrijks voor je, dus kun je eventjes langs mijn lab komen en het even ophalen? Smell you later! Professor Elm, serieus? Wat? Serieus? Wat doet onze rivaal bij... Wat doet Mume bij jou? Ze zijn in één keer hele goede vriendjes geworden. Ja, inderdaad. Heeft Pokémon nou opeens ook Skype? Maar goed, ja, de Whirlpool die zou dus helemaal verdwijnen als je Whirlpool gebruikte. En dit duurt gewoon zo traag. Elm, zip it. Elm, hou gewoon je mond. Zweg. Hi. Good to see you here. Your arrival is more fortunate. I have something for you. Take this I will quote you on that. As proof that you know your word. We hebben Dratini gekregen van de master. Waarom noemt hij zichzelf master? Nee. Oké, jongens, welke Pokémon is het? Jullie hebben een delay, dus jullie horen mijn reactie eerder. Dus... Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Wauw! Serieus?
Wauw! Oké, blijkbaar is mijn delay stukken langer dan die van jullie. Wauw! Want ik zie het nu pas. Ik zie het ook nu pas. Wauw! Nou ja, we kunnen fly! Oh my god! Oh ja, inderdaad. Wacht eens even. En het is een dark type! Misschien had ik hem inderdaad wel een nickname moeten geven voor. Maar ja, dan kunnen we ook nog wel een Golden Rod doen. Een Hankrow, are you freaking serious? Van alle Pokémon moest het deze zijn. Je hebt even een middelvinger tot het dus een dark type is. We hadden een vliegtuig nodig, dus alsjeblieft heb je een vliegtuig gekomen. Maar toch wel lekker een dark type. Volgens mij is dat ook de enigste dark vliegtype die er in dit spel nog tot nu toe is. Vierde generatie dan, hè? Zeg ik er even bij. Zeker. Illuminati confirmed. Nou komt hij op Ocarina. Legendary! Legendary encounter, jongens. Random encounter van de Legendary. O jee, hier komt ie. Rayquaza? Oh ja, die zat inderdaad in Heart Gold en Soul Silver en die had zijn eigen deuntje gekregen. Nou ja, we gaan het proberen te vangen. Oh, Noorrayquaza. Nee, de vorige tot ja, muziekje. De vorige met muziekje, dat was Ho-Oh volgens mij. Ja. Maar level 8? Ja, het is een random encounter. Ik surf op het water. Oh ja. Quick attack. Tegen een legendary, is dat een one hit KO? Nee, ik wou wel zeggen, dat zal wel heel erg treurig zijn. Ja, ik denk dat ik er gewoon pokeballs ga gooien. Ik heb niks wat hem een status effect of zo kan geven. Dus goed, wij gaan heel eventjes pokeballs voor je. Pokeballs op een Rayquaza! Jongens, let op als hij hem gevangen heeft, hashtag name. Yep. Ik bedoel, deze heeft zijn eigen muziekje, dus die moet gevangen worden. Zijn jullie het toch wel mee eens? Ja hoor. Nee. Ik even de chat lezen. Ik lees ook de chat. Ja, weet ik, maar level 8 Rayquaza ziet er zo triest uit. I know, daarom juist! Of we kunnen het heel erg duister maken, dat het waarschijnlijk de zoon of dochter is. Ja, dat zien we niet, want ze hebben geen gender. Van een Rayquaza van het oorspronkelijke spel van level 70 of zo. En dat wij dan gewoon proberen iemand zijn zoon of dochtertje te vangen. Gewoon weg te sleuren van de ouders. Dat ken je, want er is maar één mythical of één Rayquaza. Oh ja, waarom hebben we dan zo vaak battles dat je gewoon Rayquaza versus Rayquaza hebt? Dan moet je wat eten, Snoopy, als je honger hebt. Maar zeg niks, want ik maar ook in de koekjes. Koekjes! Koekjes? Waar koekjes? Wat voor soort koekjes? Ik heb koekjes! Cookies! Ik eis je koekjes! Wij gaan er naartoe, we willen ook koekjes. Koekje ruilen voor een legendary Pokémon? Ik heb een Rayquaza. Level 8. Nog niet. Ik heb een masterbal die ik erop kan gooien. Oeh, chocolade. Ik heb geen eten in huis en mijn moeder is naar de nachtwinkel. De nachtwinkel? Hebben ze die ook? Ik denk dat er iets in België is, een nachtwinkel. Zou dat kunnen? Oh ja, Snoopy is een Belg, toch? Zo!
Dat kwam er wel heel erg vriendelijk uit. Ja, maar ik heb niks tegen Belgen, maar Snoopy is toch een Belg? Ik heb ook niks tegen, maar Snoopy is een Belg! Ze zijn wel de winnaar van gisteren, hè? Gisteren hebben ze wel kaart gewonnen met 3-0. Snoopy, ben jij toevallig een Belg? Snoopy, woon jij toevallig in België? Maar het is geen nacht. Het is geen nacht. Die je normaal alleen op Twitch kan zien. Dat kan niet, want het is geen nacht. Ja, dat zing ik. Het is geen nacht. Rick Wezen wilde eerst een bal blijven en ik heb geen zin om hier de hele tijd te blijven rondhangen. Ja, oké, phew. Hij is een Belg. Ik heb mezelf niet geschuwd. Dus nogmaals gefeliciteerd van gisteren. Oké, nou weet je wat, ik probeer nog gewoon 3 ballen, vangen we hem niet, dan ga ik hem gewoon killen en dan ga ik gewoon vragen van hoe zouden jullie hem genoemd hebben? Want ik heb geen zin om zo langdradig hier de hele tijd balletjes te blijven gooien. Ja. Yeah. Hij heeft een catch rate van heel weinig. I know! Maar je kan ook in België wonen met een paspoort uit een ander land en dan ben je officieel geen Belg. Dus kun je beter vragen of hij een Belg is. Jongens, serieus, wat is dit voor discussie? De vraag ging erom of hij, in verband met nachtwinkel. En nachtwinkels die hebben we in Nederland niet, die hebben we in België wel. Tenminste, naar mijn kennis. Dus dan ga je vragen, goh, woon je toevallig in België? Dan maakt het ook niet uit of het nou een Belg, een Frans, een Duitser, wat dan ook dan is. Flink naar mij. Ja, maar ik ben er geïnteresseerd naar, dus dat wil ik weten. Nou. Manning Mark, het is al goed. Mooi. Just drop it. Gewoon zand erover. Of in dit geval stukjes Rayquaza. Want ik ga hem echt zo... Ik kill hem. Hij heeft net 3 keer geshaked en toen ging hij er gelijk uit. Ik ben ultraballs hier aan het verbrassen. En hij blijft maar Twister doen. Twister! The hot spot! Jason, wat vind jij? Wow, hij is er ook nog. Kaas. Logica's? Op een broodje gezond verstand. Ik smeer met boter. Nee, geen boter. Nou, je zou kunnen zeggen dat bij ons nachtwinkels eigenlijk vroeger benzinepompen waren die... 24 uur open waren. Maar tegenwoordig zijn of alles dat, of bijvoorbeeld in zo'n raar dorpje waar ik woon... Daar hebben ze besloten tot benzinepomp ook gewoon dicht gaan. Dus nee, hier is echt alles al gesloten. Zijn die voor dan maar ook dicht? Yep. Ja, want hier bij ons ook. Vaak wordt het via een automaatje wel gedaan dat je buiten kan blijven staan en nog steeds betalen voor het tanken. Ja, dat je kan pinnen, ja. Oké, nou in ieder geval jongens, Rayquaza, we hebben hem gekild vanwege de reden, jullie weten waarom. Hashtag name, hoe zou je die Rayquaza van level 8 hebben genoemd? Laat maar weten, dan ga ik even wat ballen bij kopen. Ik heb wel zeker vragen wat van je. Ik weet ook niet hoe ik dat soort geluiden kan. Serieus? Shenron? Die is eigenlijk best goed. Shenron? Ja, van Dragon Ball Z. Ik dacht dat die naam kom me bekend voor. Next up van Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Nee, de volgende keer op Porygon Z. Ah. Ik was dinsdag tot en met vrijdag schoolkamp. Was leuk. Nou, dat is mooi. Maar we zijn er met een naam bezig. Knakworst. Geniaal. Wauw. Geniaal. Maar hij is groen. Ja, level 8. Wat maakt het nou uit dat hij groen is? Wat maakt het uit inderdaad? Gewoon knakworst. Geniaal. Knakworst.
Wat dacht je van over de datum? Ik zou voor die gaan. Ja, er komen nog meer namen binnen, maar ik ben bang dat het al gedaan is. Die komt er zo uit. Knakworst. Hoe noemen we Rayquaza? Knakworst. Oh, sorry hoor. Doe ik een hele leuke... Knakworst het is. Maar we gaan nog niet vliegen naar Goldenrod City. Waarom niet? Omdat we willen nog eventjes kijken welke Pokémon dat we allemaal hieronder nog tegen kunnen komen. Handig. Even kijken, was ik al wel naar het Pokémon Center gehad als ik hield? Jap. Oké. Okay. Want namelijk als je hier over zo'n ledge heen springt, dan... Kom je niet meer terug. Wauw, hoor ik daar nou een vliegtuig? Je kan inderdaad een vliegtuig vanaf mijn microfoon horen. Ja, bij jou kunnen ze heel laag overvliegen, dat weet ik. Yep. Woon je lekker onder de kaartbaan, is het niet? Over de kaartbaan? Het valt wel mee hoe mijn huis staat. Nou! Bij mijn opa en oma, dan daar kan het zo luid zijn. Daar kun je elkaar gewoon heel even voor een paar seconden niet meer horen. En dat is iedere minuut een keer. Nou, ik weet nog heel erg goed, de eerste keer toen ik bij Mimmy op bezoek kwam, toen was het echt zo de hele tijd van... Jeetje, jeetje, jeetje. Maar ja, toen zaten we ook veel buiten, omdat ja, ik rookte nog, dus... Wat? Rookte jij? Ja, ik rookte toen nog. Stomme, Illumais, hoe spreek je dat uit? Illumais? Ja, dat is hem. Ah, zo. Maar hier in het zuiden van het land heb je niet zo heel erg veel last van vliegtuigen. Nee, ja, heel soms af en toe. Ja, maar dat zijn wel meestal straaljagers. En ik vind die opmerking trouwens wel leuk van Fairy Tail van, oh, dus hier heeft Claire die Lapras vandaan. Blijkbaar. Wie Illumise? Ik denk niet dat het C moet zijn op het eind. Al moet ik wel zeggen dat Illumise wel leuk klinkt. Nou, we komen hier alleen met Pokémon tegen die wel tegen zijn gekomen. Dus laten we gewoon verder naar beneden toe gaan. Kijken of we nog wel anders tegen kunnen komen. Oh mijn god, het is een oude Farfetch! Oh. Farfetch! 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 Ik moet echt voice actor worden. Was je dat dan niet al dan? Een beetje op YouTube. Nee. Trouwens, Mr. Drie, had ik gelijk, is het een Zapdos? Zapdos. Hij heeft er al twee. Ik heb lekker drie. Het is wel heel erg kinderachtig, hè? Ja. Foei. Sorry. Maar had ik nou gelijk met Zapdos? Zapdos? Maar iedereen die... Farfetch, die... Ja, die is... Ja. Ja, het is Zapdos. Zapdos! Zo vind ik ook eigenlijk dat je hem nou moet noemen, Zapdos. Eigenlijk wel, ja. Zapdos. Zapdos. Wat voor sap weten we nog niet, maar het is een Zapdos. Appelsap. Maar ik hou het wel op mijn ananasap. Ananas Zapdos. Wilt u daar Zapdos bij? Cyndaquil! Ja! Als random Pokémon van de trainer. Oh. Ik moet hem killen. Oh nee, sorry. Feinten. Het is geen Nuzlocke. Screw you, trainer. Het is een hiker. Oh. Boo. En hoezo is Cyndaquil level 27? Waarom heb je hem nog steeds niet geëvalueerd? Omdat Cyndaquil zo schattig is.
Ik heb niet gezien wat de laatste Pokémon was. Anorips. Sommige Pokémon namen de Spugioi scherm mee onder. Oh, die drie. Welke drie? Ik vraag me af of er binnenkort zo'n actie dan gaat komen voor Entei, Raikou en Suicune. Weet niet. Vast wel. Lijkt wel leuk. Entei! Suicune! Maar ik bedoel, ja, legendaries, serieus. Ik noem ze nog niet eens meer legendaries. Ze zijn gewoon unieke Pokémon. Legendaries van de storyline en nee. Dat is nou een beetje klaar. Ik bedoel, als je al de god-Pokémon hebt en de eerste Pokémon creëren van Pokémon Time, Space, Continuum, andere dimensie, heelal, weet ik het allemaal nog meer. Dan is er gewoon niks meer. En dan heb je ook nog de elementen voor het weer. Dat waren oorspronkelijk dan Zapdos, Moltres en Articuno. Die waren dan eigenlijk over het weer. Degene die dat moest een beetje dimmen was dan Lugia. Ho-Oh heeft absoluut geen enkele betekenis gekregen. Alleen maar van, hé, kijk, dat is de Pokémon die Ash zag in de allereerste aflevering. Tot ze al wisten dat ze meer Pokémon erin zouden gaan gooien. Sorry, ik moest even ranten. Sorry. Genoeg gekracht over legendaries. Let's battle. Let's battle. Valt me trouwens ook wel op hoe vaak dat ze nou wel niet in de... als je de... de anime-serie gaat kijken in het Engels. Zeg ik er ook even bij van... Ja, daar raad ik eigenlijk ook wel aan dat de meeste stemmen veranderd zijn. De meeste zijn namelijk niks op, zoals Meowth en... helaas James, want die is niet meer. Jammer genoeg. Ja. Maar in het Engels, hoe vaak dat ze wel niet zeggen... Let's go! Achter een aanval. Sorry, maar let's go is geen aanval. Zeg maar... Razor Leaf, let's go! Body Slam, let's go! Thundershock, let's go! Voltec, let's go! Let's go! Let's go! Ugh. Oh, nou kom je aan met een... Kanya! Ik weet niet of die echt zo klonk, maar... Kijk, Nia, klinkt die zo? Geen flauw idee. Nope. Hoe klinkt Kijk, Nia dan? Ja, ik heb geen idee. En volgens mij was het echt... Kanya! Tenminste, zoiets denk ik er altijd bij. Wat? Nou, chat. Zeg hoe Kanya hoort te klinken. Zeg kijk hoe... of je dat uit jullie tekst kunnen halen. Kanya! Was dat niet een Pokémon van James? Ja, daarom juist. iPhones zijn stom. Die zijn wannabe Eevees. En wannabe Manatees. Maar ik wil er eigenlijk nog wel op wijzen, deze Let's Stream series, we zijn nog steeds geen één Magikarp tegengekomen. Niet door een trainer en ook niet in het wild. Ja. Dat is niet leuk. Want wel Feebas, en dat is niet leuk. Feebas, die zijn wel twee keer tegengekomen, van een trainer en de... Hi. Hi. Ik ben aan het livestreamen. Hi. Nee. Ik ken al... Ja, hoi. Nee. Ja, ik zwaar gewoon terug. Ja, als jij naar mij staat te staren, dan sta ik terug, ja. Nee. Oh, doen we een staarwedstrijd? Ja, blijkbaar. Ik ben... Wannabe Eevee. De grap van Wannabe Eevee met een iPhone was namelijk... Je krijgt van Bill, krijg je een Eevee. Trouwens, nieuw encounter. Mr. Mime, jee. Wacht even. Ho, time out. Even voordat ik verder ga met die Eevee uit te leggen van Bill. We zien hier dat dit een vrouwelijke Mr. Mime. Wat? Het is een superheld. Hoort het dan geen Mrs. Mime te zijn? Ook mijn logica. Miracle Seed, wat leuk. Maar goed, om eventjes terug te komen, van Bill krijg je dus een Eevee. Nou, Bill die roept al de hele tijd van, het is een Eevee. En daarom dacht ik dus bij mijn eigen van, ja, sommige Pokémon waren dus niet gerandomized, zoals bijvoorbeeld bij de Bug Catching Contest. Dus ik dacht bij mijn eigen van, dit wil dus betekenen
dat het echt een Eevee is. En ik kreeg de Pokémon en het was een iPhone. Of Fion, voordat je hem ook uitscheldt. Oftewel... Female Mr. Mime kan omdat er in Japan helemaal geen Mister in de naam staat. Maar hoe heet hij dan? Hoe heet Mr. Mime dan? Heet hij dan gewoon Mime? Even kijken hoe hij in Japan heet. Oh boy, we hebben een researcher. Maar even terug Professor op Mume. Ja, Bill was inderdaad een gigantische leugenaar. En daarom gaan we hier nou rustig in dit watertje even vissen. Bill is mini. Oh, legendaries! Hi, Deoxys! Oh. Oké, okay, daar heeft hij een best wel aparte naam. Combinatie van barrier en weird. Barriered. Alleen gezien hoe Japanners het uit zouden spreken, denk ik eerder dat het barriered zou zijn. Barriered. Dat klinkt eigenlijk niet verkeerd zo, Bierdo. Het klinkt een beetje Italiaans. Bierdo. Het klinkt Italiaans zo, Bierdo. Oh, daar zou ik eigenlijk met een maand Sergeant Ortelli voor moeten bellen. Die komt namelijk uit Italië. Is dat een Italiaans woord? Bierdo. Ja, ik geef het niet op. Ik wil gewoon hier nog een andere Pokémon uit als een Legendary. Elke Pokémon kan namelijk een Eevee zijn. Oh, vergeet niet, een wilde Eevee zijn we ook nog niet tegengekomen. Doei, Snoopy. Snoopy? Oh, mijn chat is weer bevroren. En ik praat te veel, ik moet stil zijn, ik ben aan het vissen. Oh, daar gaan we al. Doei, Snoopy. Doe jij het of doe ik het? Even kijken. Nee, laat maar gaan. Oké. Voor deze ene keer. Want ik ben namelijk een Drifloon tegengekomen. Knapworst was inderdaad heel grappig, ja. Knapworst was geniaal. Yep. Dat was zeker wel een Zapdos waard. Ik hoop dat hij echt een Zapdos ook Zapdos noemt. Anders ben ik heel teleurgesteld. Dus in andere woorden, heb je dat niet gedaan, vertel het niet. Oh, ik kreeg net te horen dat jij 400 volgers hebt. Nice. Zit ik op 400? Jeez. Ik bedoel, ik weet dat YouTube hoger lag als Twitch, maar Twitch wist ik niet dat ik op 400 zat zelfs. Oh, gefeliciteerd. Wacht even, volgens mij heb ik op Jackson niet bij me. Nope. Voor mij sta je op 399. Ja, maar er is een volle bijgekomen, dus moet je hem even reloaden. Ho, stop, logo, nu. Technical difficulties, blijft weer heel eventjes aan de lijn. Hebben we een glitch? Yep. Is het missing no? Yep. Oh ja, ik zie hem inderdaad. Weer een missing no. Maar ga je weer eens Mario spelen? Nee! Dat was een flinke missing no. Oké, als het goed is, is het nou weer gefixt. Black screen! Yay! Daar hebben we berries. Daar hebben we gaap. Laten we gewoon tegen een willekeurig hiker vechten, waarom ook niet. Ik bedoel, we moeten sowieso naar Victory Road. We moeten daar even kijken welke Pokémon dat we daar tegen gaan komen. Doe ik nog eventjes in deze livestream, in deze aflevering. Dus... Jeremy! Wauw. Wat voor een geluiden komen er wel niet uit mijn mond vandaag? Level 13? Fairy Tail was niet nodig. Glitch cow. Ja.
Glitch, ja, het nadeel is dat kan met de randomizer wel eens gebeuren. Het is allemaal data, hè, niet te vergeten. Och, kijk, hij is botervrij. Sorry. Die was heel slecht. Maar ook weer goed. Zo slecht dat hij goed was en een... Kleemieuw! Mieuw. Een kleemieuw! Ik weet niet wat voor... Maar ook dat is precies hetzelfde met die cries. Oh god, een lop bunny. Dat is nogal bunny. Ik weet niet waarom dat ze dat dachten dat dat juist echt bij de bunny Pokémon nodig was. Ik bedoel... Ik vind het een belediging naar alle konijnen toe, hoor. Ja. Yeah. Want je hebt namelijk Bunary als eerste Pokémon en dan heb je die Bunnelby. En als ze evolueren, dan hebben ze van die massieve oren. Why? Dat is ook bij, ja, ja. Maar hij komt ook omdat via zijn oren, daar zit juist zijn kracht. Vraag me niet waarom, maar het is gewoon zo. Ik vind het nog steeds klinklaar onzin, maar goed. HEX! Gezondheid. Je kunt geen Blastoise op level 13 hebben. Oh. Level 13 gaat meteen dood. Ja, ik snap ook niet waarom dat hier alles nou level 13 is. Ach, het is maar een Blastoise. Ja. En hier, volgens mij... Ja, nee, dit is alweer die ene route. Ik ga eventjes die HM aan Murkrow. Dan gaan wij Murkrow een nickname geven voor een code. En, ja, dan gaan we maar richting Victory Road, denk ik dan maar. Even kijken, Fly. Oh my god, he learned Fly! Ja, Murkrow! Ben je toch nog nuttig? Nee. Waarschijnlijk is dat de Squirtle van Ash die gewoon weg is gelopen van... Oh, jij gebruikt mij niet meer? Prima. Zoef, weg. Oké, volgens mij is dit fysiek niet mogelijk. Volgens mij kan een Murkrow geen Extreme Speed leren. Jongens, ik wil dit weten! Dat klinkt inderdaad apart. Yeah. Nou, ik denk dat ik al weet waarom dat het gebeurd is. Maar... Volgens mij kan hij dat niet. De reden is namelijk... Eén moment. Waarschijnlijk is het vanwege dat aanvallen van de Dratini... ...worden gemengd met de aanvallen van Murkrow. Nou, nee. Hij zou inderdaad geen extreme speed... De grap is namelijk van deze Murkrow, of Dratini die je van hem krijgt, die zou dus aankomen met de aanval, met de aanval Extreme Speed. En dat zou Dratini dan kennen. Maar nou hebben wij Murkrow van hem gekregen en de signature move van de Pokémon die je van hem krijgt was Extreme Speed. Zo is dat in de code geschreven. Net zoals de Red Gyarados automatisch shiny was. En daardoor dat we dus een Hypno shiny hebben gevonden. Dus stel je nou voor dat het een Eevee was geweest. Dan hadden we gewoon een Eevee gehad met Extreme Speed. Extreme snelheid. Vergeet de TM voor Return niet. Oh ja, dat klopt. Ja. Die moeten we ook nog even halen. Woosh. En daarna gaan we naar de naamrater. Hoe zit hier, die shop? Oh, hier. En die shop van de dag, die zat dan op het dak, hoop ik, of? Denk het. Ik wil naar vloer 6. Oké, jongens, we hebben een illegale Murkrow. Het zou zo leuk zijn geweest dat er gewoon een Eevee was. Oké, nou, dit is het dak. Hoi. Met wie moet ik mee praten? Do you listen to the radio? Nee. Radio stinkt.
Wat? Jens heeft Zef gevraagd. Hey, Zeefie, hoe gaat het met jou deze zondag? Had ik iets bijzonders gevangen? Yep. Ik heb, nou ja, ik wou hem vangen, maar nee, knakworst. Wat is TM02? Geen idee. Maar goed, waar kunnen we return halen? On Sundays, a lady comes to check out Pokemon. She even gives away TMs. Ja, het is zondag, waar is die snol? Ik heb een shiny Hypno. Deal with it. Hij is shiny. Oh, hello, je Pokémon is adorable. Je should... Ja, ik wil het ook goede TM moves geven. Koop ze dan ook. Dat is Flash. Enables the... Dat is Protect. Power van Barry, dat is Hubble Power. Dit is... Dinges. Wall, dat is die, dat is die. Wat is dit? A Howling Blizzard is summoned to strike the foe with Miles of Freeze. Oh, dat is Blizzard! Oh, die is ook nice. Ja, en aangezien dat... Glaceon die pas leert op level 71, geloof ik. Zou zo maar kunnen. Even kijken. Oh, trouwens, TM02 zegt Harry Tilt als Dragonklauw. Oh, die hebben we niet nodig. Nou, mocht er ooit een Dragonklauw. Wij mogen alleen maar evoluties gebruiken. Draak-type Eevee. Mocht die ooit komen. Dan zou die nog niet in dit spel zijn. Ja, Blizzard leert die in huidige games op 45, in deze game 71. Ja, net zoals Leafblade. Dat is gewoon bol. Maar waar zit dan dat snolletje dat dan die DM geeft? Ik weet niet, Erwin zei dat het op de zondag was, deze winkel. Ja, maar er stond ook van zondag krijg je een TM. Maar van wie? Leuk dat je Abra hebt gekregen, maar ik wil die TM. Jij dan? Jij? Volgens mij was dat een vrouwke dat zei van, oh, je Pokémon ziet er goed uit. Maar dan dat je dan een betere Pokémon of zo moet laten zien of zo. Dat zou ook nog. Dan moeten we dan maar eens aan Erwin vragen. Of aan Fairytale, want die zei al van, hé, het is zondag, return. Fairytale. Leafeon. Ja! Ja! Ze moesten happiness hebben! Ah. En het grappige is, Leafeon is ideaal voor. Oké, nou, even kijken. Trick Room, U-turn. Nee, we willen gelijk die nieuwe. Return! Nou, het nadeel is... TM's kun je hier maar eenmalig gebruiken. Nou, Flareon die heeft dus al strength. Maar dan zou ik dus Leafeon enorm goed kunnen helpen met dus die return te hebben. En return is sterker dan strength. Yep. Ja. En dan mag Magical Leaf, die mag dan weg. Maar kan je die niet twee keer kopen? Nee, je krijgt hem. Oh. Ook een namen insturen voor Murkrow. Nog niet, even wachten nog. Geduld. We zijn nog niet bij de neemreter. Bij de neemtoeter. We zijn er wel bijna. Ja. Maar Leafeon die heeft nou return. Mooi. Met de Bottle of Repel. Oh nee, wacht even. Hé, wat? Hoe? Dat sloeg nergens op. Downstairs. Ja, ik had ook wel de lift kunnen nemen, maar we hebben roltrappen.
Roltrappenland. Wanneer gaat die trap nou rollen? Oh ja, ik zou ook even gelijk Glaceon even de Ice Beam even leren, of de Blizzard even leren. Blizzard! Blizzard Entertainment. Misschien is het dan wel handig om deze dan de zoom... Nou ja, op zich de speed is best wel goed. Nee, die is laag. Wacht even, oh. Speed is laag bij deze. Glaceon heeft ook een lage speed, zo te zien. Uh-oh. Hey, aan de andere kant, wacht eventjes. Nee, ik weet niet. Ik denk dat de zoomlens wel handig zou kunnen zijn. Ja, dat is iets voor later. Waar zat die name rater ook alweer? Boven de A. Volgens mij boven in de bovenste gebied inderdaad. Ja. Met zo'n raar huisje. Zo'n soort tent. Ja, ik ben er al. Oké. Okay. Hallo, hallo, I'm here for the name rater. Murf. Dus, hashtag name. De naam. Ja. Murf. Murkrow, is it? That's a decent nickname, but I can't give it a nicer. How about it? Ja. Oké. Okay. Erik. Erik! Oh, jullie twee claimen gelijk het beste ook. Oh. Nou, je weet maar nooit of er daarna nog leuker komen. Had je dan... Ja, oké. Okay. Wat? Fly slave of streets in die richting. Nou nee, dat was iets voor de kijkers. Ik bedoel, ik vraag om nicknames. Jullie mogen zelf bepalen of jullie er een punt mee gaan gooien. Mushu. Mushu! Hey, ik krijg een WhatsAppje. Negeren. Ik ben nou bezig met een stream, ja? Ja man, ik ben bezig met een stream, ja? Zo. Dankjewel, Bowser. Oh nee, wacht eventjes. Professor Fietsbel, die wou ons nog wat geven. Professor Fietsbel. Oh, hi. Sleepy, did you already collect 8 badges? Yep. That's so cool. Okay. That's so cool! The professor is waiting for you! Hi, Sapi, you never case an amazing me, thanks to you, Mercedes shows is going great! Take this as an token of my appreciation! We get the Master Ball! Ik dacht ook hem al had! Yay. Wil dit zeggen dat wij dus nou bij de volgende gewoon Umbreon en dan gewoon... Oh, the Kimono Girls were looking for me. Dus dan gaan we volgende stream naar de Lugia die eigenlijk geen Lugia heeft. Nee, ik ga eens eventjes naar die dames toe, want die geven dan niet verder. Dus dat is op echt. Ik bedoel, we hebben dan Pieter Post die ons overal naartoe gaat brengen. Pieter Post, met zijn vogel verdient de kost. Vliegt dan overal heen. Oh ja, dat was met die Rocket Grunt met zijn Eevee. Oh ja. Bloem. Nog eens. Als die er nog staat, ik serieus, ik sla hem, ik schup hem, ik bijt hem, ik krap hem. Nee, blijf die drie iets die je niet hebt in zijn gezicht. Ja, je hebt verloren naar de Kimono Girls. Oh, tot ziens, Mr. 3U. Dag! Doei! Oh ja, dan moet je dus al die Kimono Girls gaan verslaan, inderdaad. Maar dat bewaar ik inderdaad voor de volgende aflevering voor YouTube en voor de volgende livestream. En Mimee heeft verloren daarvan, dus Of moet ik het nou doen nadat ik naar binnen ben gelopen? Gaan we in een extensie? Ja, we gaan in een extensie. Ik ben al naar binnen gelopen. Zookie! Nou, dit zijn normaal gesproken die Kimono Girls die dus 5 evoluties bij zich hadden. Nu is dat niet het geval. En eerlijk gezegd heb ik daar geen problemen mee. Dan hoef je ze ook niet neer te halen. Plus hoef ik niet te schreeuwen van verdorie, waarom heb jij een evolutie bij je? Nou, eigenlijk zou het dit keer niet zo erg uitmaken, want nou is het eigenlijk is normaal wel in de game. En dan zal je net zien dat heel toevallig één van die 5 wel een
Eevee of evolutie heeft. Nou nee, we beginnen met een Scizor level 38. Oké. Okay. Slash! Oh. Begin toch gelijk met een critical hit! Nee! Maar dit kan problematisch worden, want ik denk dat die Scizor zelf sneller is als... ja, die is sneller. Oké, dit kan problematisch worden, want het is een Steel Bug type. Ja, dan moet ik toch Leafeon eigenlijk hebben. Ja, Mesblad. De code die je hebt gestuurd is al een keer gebruikt, zegt Oh, dan stuur ik, dan heeft deze inderdaad nog geen scheurtje. Dan stuur ik je zo even daar een ander. Even wachten. En Mesblad doet bijna helemaal niks. Iron Tail? Ja, het is een bug type, hè? Bug steel type. Ja, dat klopt, ja. Dus ja, maar het nadeel is, dan zal Return dus ook heel weinig doen. Dat is ook waar. Iron Tail is ook niet very effective. Oh boy. Flareon is hier eigenlijk best handig bij. Ja, dat klopt, alleen die is gelijk neergehaald. Ja. Wacht, ik heb er nog eentje die heel erg handig hier tegen is. Aquarion! Surf! Oh ja. Dat is Suicide. Nou, ja. Ja, nee, die had gelijk. Iron Defense, want de defense gaat dan omhoog. Surf! Die slash die is heel sterk! Oh! Ik word geboond hier! Ik haat Scizors! Nee. Met welke kleur beschrijf je dat? Scizor is de ergste Pokémon ooit! Nogmaals, met welke kleur beschrijf je dat? Kom op, Blizzard. Oh, die slash die is dodelijk! Ik weet dat Blizzard niet super effectief is, maar kom op, hoge special attack. Dit moet genoeg zijn! Goed zo. Zeg maar niet dat ik ze allemaal in één row in één keer achter elkaar moet verslaan. Dat ik even tussen het wel kan healen. Nee. Wat, nee? Nee! Wel. Oh, ik moet ze allemaal tegelijkertijd? Ja, dat zei ik toch. Oké, nou gelukkig, deze heeft een Apom, dus dan gaan we met mijn potions en revives en alles. Leafeon, ik weet zeker dat jij één aanval kan overleven. Daar ga ik tenminste wel vanuit. Dan gaan we alvast eventjes één revive sturen. Battle items, status healers. Revive. Oh, het is maar een Apom. Ja, daarom. Hier maak ik me nog niet zo'n zorg over. Firepower ook even reviven. Ja, ja, you hit 2 times. Lekker belangrijk. Oké. HP. Even kijken, je hebt... Lemonade, Hyper Potion. Doe maar een Hyper Potion. Lieve jong voor de win! Yay. Nou is dus het probleem, Razorleaf heeft een same type attack bonus. Maar Return die zit nou op het punt dat hij dus een aanval heeft van 105. Wow. Dat is namelijk het maximaal aantal als een Pokémon ja, heel veel happiness met je heeft. Dat is veel. Tenminste, ik denk dat hij al op die hoogte zit, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik ga heel eventjes kijken. We hebben nou een Return gedaan, die deed decent damage. En Razorleaf doet net zoveel damage, dus... Maakt geen ene rol uit, man. Dan zit hij nog niet waarschijnlijk op maximale happiness. Maar Apom is neer.
Ja, maar dat was ook niet zo heel erg een sterke Pokémon Eevee. Ik had maar even de tijd om te healen. Oh. Ja, wij hebben hier de Eevee trainer weggehaald. Want ik ben de Eevee trainer. Deal with it. Ja, ja. Ach, een Nidorina. Leuk. Had ik Espeon maar bij me. Maar die heb je niet. Wel op mijn Game Boy file. Wat is flatten voor een aanval? Het gooit mijn special attack omhoog en confused me. Dus hetzelfde als met Swagger, maar dan om de special attack. Ja, maar dan... Die slaat nog ergens op, want Swagger... Hoe hoger dat jouw attack is... Oh, en ik poison mezelf. Maar hoe hoger dat je attack namelijk is... Hoe beter dat... hoe heet dat? Hoe sterker dat je je eigen raakt in confusion. Een special attack doet dat niet. Dat is waar. Dus ik snap die logica's niet. Jason, wat denk jij? Niet veel eigenlijk op het moment. Jason die dit echt weer zijn eigen te denken van schiet hem maar eens een keer op. Ik wil even Deadco spelen. Ik zit op het moment ben ik gewoon heel geconcentreerd aan het werken op een hele machtige vuurspuwende draak. Oké. Charizard. Charizard? Nee, niet Charizard. Maar dat is een hele grote vuurspuwende draak. Het is Pixel Pokémon. Iets met Pokémon wat we aan het doen zijn. Pixel Pokémon. Ik haal alles op. Zijn de Pokémon dimensie, ja. Dus er weten niks van anders dan draak, behalve Charizard. Maar Charizard is geen draak Pokémon. Hij ziet eruit als een draak. Maar het is geen draak Pokémon. Charizard is vuurvliegtype. Vuurvlieg, ja. Wie rest je dan? Het is een salamander. Om precies te zeggen. Ja, Reshiram is ook een vuurdraak, maar dat heeft niet echt een look als een megadraak. Ik heb nog een andere vraag. Hoezo is Mesblad een fysieke aanval? Niet weg! Jawel! Ja, we hebben het nog steeds niet uitgevonden. We hebben het zelfs professor ook gevraagd op AnimeCon, maar... Hij wist het niet. Nee, dat zijn we hem vergeten te vragen. Nadat je het erover hebt, denk ik bij mij. Nee, dat hebben we helemaal niet gevraagd. Dus, nee! Hoezo zijn we dat vergeten? Dat wordt dan bij Tomoplay. Als professor ook komt, hè? Nou, er komt zo'n grote Pokémon groep bij Tomoplay, dat wil je niet weten. Ga je trouwens ook, Robin? Sorry? Ga je ook naar Tomoplay? Het is een os, hè? Vlakbij, ja, os. Het ligt tegen os aan, Berghem. Oh, dat is dicht bij huis, hoor, ik kom wel. Dus er gaat ook een pendelbus, kaartjes 2,50 geloof ik. Link staat in de beschrijving van de vlog van Animegon. Ja, dat weet ik, heb je verteld. Nee, ik was toch van te gaan, vond ik wel leuk. Oh, dan zou ik ervoor zorgen trouwens dat ik jouw stickervel bij je heb. Oh ja, shit, je hebt ook nog, hè? Yep. Nee, Typhlosion is geen draak. Hoe kun je hem als een draak zien? Heel erg simpel. Vraag alles over Typhlosion. Ik weet alles over hem. Of haar, hangt vanaf. Waarom krijg ik nou eigenlijk een Minum? Ik vind dit eigenlijk meer een plassel toch geen evolutie zie. Oh. Thundermist, twee keer achter elkaar, dan geef 4% kans! Dat weet ik heel erg goed namelijk in verband met. Oh. Weet je nog meer mee? Ja. 4%. Dan zijn we nog klaar. Ik heb heel veel geluk als het om 4% gaat. Hoezo? Nee. Nou, oké, Triangle Man. Hoezo ziet hij eruit als een draak?
Dat klopt toch niet? Ja, je hebt een grote Magikarp gezien, inderdaad. Maar vergeet niet, in de World Islands, daar kunnen we dus ook nog tegen... Mom! Er zijn legendarische Pokémon, namelijk een Magikarp, en dan bel je me weer! Ik ben er zo klaar mee, stop eens met mijn geld te spenderen, man! Genoeg, Fairy Tale. Enough. Jongens, ik ga zeven. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje laten weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Het is de laatste keer ook dat ik in de video van de livestream een code weggeef. Anders weet ik niet meer namelijk hoe en wat dat allemaal door elkaar heen is. Dus dit is de laatste keer dat je nog een code kan vinden. Heb je het leukste momentje laten weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, zet wel in je reactie neer. Hashtag XI/Oras. Dan weet ik namelijk dat je daar aan meedoet. Dus gewoon XI/Oras. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal tot de volgende video. Dus tot dan. Doei. Hey.